En dan ga ik even kijken. Gaia unmuten. Die moet zichzelf denk ik ook even unmuten. Ja, nu doe ik het. Net lukte dat niet. Dank. En Hans. En dan gaan wij beginnen als ik... Ik ga nu ook de recording aanzetten. Oh, die staat al aan. Dat is merkwaardig. Oké, we gaan beginnen mensen. Goedenavond allemaal. Voor degene die voor het eerst een social Zoom bijwonen en mij misschien niet kennen, mijn naam is Hans Vuijtje. In de vorige social Zooms hebben we veel Joods-culturele onderwerpen behandeld, zoals Joodse dansleraren, Joodse manuscripten, Joodse componisten en Joodse ex-librissen. Die Zoom-bijeenkomsten zijn allemaal nog te zien op YouTube. Alleen even op de zoekactie NIS Social Zoom invullen en dan komen ze tevoorschijn. En u zult dan ook een social Zoom-bijeenkomst vinden met het Joods Politienetwerk. Een meer Joods maatschappelijk onderwerp. En op die lijn gaan we ook vanavond verder. Als gasten hebben we medewerkers van Joods Maatschappelijk Werk en ELA. JMW hoef ik denk ik niet verder toe te lichten. Het is een Joodse welzijnsorganisatie in Nederland. En ELA vervult diezelfde rol in Israël voor Nederlanders die op Aliyah zijn gegaan. In de afgelopen jaren hebben ze zich verbreed en zijn er ook andere groepen in de Israëlische samenleving zijn ze gaan ondersteunen met psychosociale hulpverlening. Waar gaat het vanavond over? Velen van ons hebben het idee dat in deze bizarre tijden dat die bijzondere gevolgen hebben voor onze Joodse doelgroep en met name Joodse ouderen, de eerste generatie. De vraag is natuurlijk, is dat ook zo? De organisaties die daarop antwoord kunnen geven zijn JMW en ELA. Zij zijn de aanspreekpunten voor degenen die het moeilijk hebben. Vanavond hebben we twee sociaal werkers, Esti Cohen en Gaia Oost van JMW en Jaela Cohen, directeur van ELA. En leidinggevende over de hulpverleners van die organisatie. Sommigen hebben misschien gelezen dat zij zouden worden geïnterviewd door Frits Barend. Frits moest op het laatste moment afzeggen, iets wat hij overigens heel erg vervelend vond. Maar we hebben zeker zo'n prominente interviewer weten te strikken. Daar ben ik heel erg trots op. En die interviewer is Hans Knoop. En ieder bekend hoef ik niet verder toe te lichten. Ook bij deze social Zoom is het mogelijk om vragen te stellen. Doe dat alsjeblieft via de private chat van mij als host. Joodse gemeente, dat is de host. En aan het eind van het interview stel ik dan namens jullie een aantal van de vragen die zijn binnengekomen. Ik ga Hans nu het woord geven. Hans, het is aan jou. Dankjewel voor de inleiding. Ik hoop dat ik te verstaan ben. Uitstekend. Toen je mij belde en ik daarna eens ging nadenken over het thema, ja, toen raakte ik een beetje lichtelijk geïrriteerd. Je zou je afvragen waarom. Omdat er een relatie wordt gesuggereerd tussen corona en Joodse eerste, tweede, derde en misschien zelfs toekomstige generaties. En ik word altijd wat nijdig als hele profane zaken in een Joodse context en dan met name in een traumatische context worden gebracht. En ik vroeg me dus af, nadat je me gebeld had, hebben Joden de coronapandemie anders beleefd dan niet-Joden? Ik denk dat die vraag de eerste is die aan de sociaal werksters van beide organisaties moet worden gesteld. Alhoewel ze, denk ik, dat antwoord niet weten, omdat ze zich uitsluitend met Joodse cliënten bezighouden. Maar ik vroeg mij in gemoede af, toen ik pakweg 6 weken geleden op tv de afschuwelijke beelden zag, met name uit Italië, van mensen in de intensive care die in coma op hun buik werden gedompeld met hulp van een paar man aan het bed die mensen moesten kantelen. Toen kreeg ik, laat ik zeggen, nare gevoelens. Ik denk dat we die allemaal hebben gehad.
van veronderstel dat ons dat overkomt. Ik woon dan in België en ik kon dus niet naar Nederland. Dus ik was ook nog min of meer geïsoleerd van mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En ik dacht, veronderstel dat me dat gebeurt. En ik werd daar niet goed van. Maar zouden niet-Joden niet diezelfde reacties hebben gehad? Kortom, wat is er Joods aan de manier waarop wij tot dusverre deze pandemie hebben beleefd? Die vraag ga ik stellen aan de eerste die hem wil beantwoorden. Het zij of een ELA of een JMW. Oh, ik wil wel beginnen, als dat mag. Ja. Het is altijd moeilijk om iets te beantwoorden, omdat je dan praat in algemene. En je hebt gelijk, Hans. Wij ondersteunen geen niet-Joodse mensen, maar vooral Joodse mensen. Maar binnen de Joodse cliënten hebben wij gezien dat er sprake is of kan zijn van een soort terugkeer naar onderduik. En dat hebben niet-Joodse mensen niet. De isolatie, de gedwongen isolatie, is heel verdrietig en maakt mensen, Joodse mensen, heel erg eenzaam. En bij sommigen nog erger, omdat er geen familie is die hun ondersteunt. Omdat die er gewoon pak een beet niet zijn. Zoals wel vaak bij niet-Joodse mensen. Dat is wat ik als maatschappelijk werkster heb gezien met de cliënten die wij ondersteunen. Het is toch niet zo dat de pandemie discrimineert tussen Joden en niet-Joden? Ook niet-Joden konden hun familie niet ontvangen. Nee, dat klopt. Stierven in eenzaamheid zonder dat familie aanwezig was. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat Joden dat herinnering bij ze oproept aan de Holocaust. Maar ja, dat is ook wat ik bedoel. Is dat terecht? Dat is de vraag. Ja, dat soort gevoelens, die komen. Of hè, als iemand dat zijn gevoel is, dan is dat voor diegene zijn of haar waarheid. En wie ben ik dan om dan te zeggen, ja, maar dat klopt niet, we zitten nu in een andere tijd. Natuurlijk heb je het daarover. Maar in hun gevoel worden zij ontzettend teruggeworpen naar die periode. Maar moeten we mensen daarin steunen? Overdrijven we niet? Is er iets Joods aan fietsen met tegenwind? Doet dat denken aan de vlucht tijdens de onderduik, dat we van het ene adres snel op de fiets naar een ander adres moeten? Is tegenwind iets dat herinneringen oproept aan de Holocaust en aan onze zwartste periode? Dan kan je alles natuurlijk in dat frame wringen. Ik denk vooral ook dat veel mensen terug werden genomen naar die gedachten, omdat ze alleen met hun gedachten waren, omdat de sociale contacten wegvielen, omdat ze niet meer samen konden komen met hun familie en vrienden. Omdat ze op het begin natuurlijk helemaal, dat we echt in quarantaine zaten. En zeker de eerste generatie, die konden helemaal niet naar buiten. Die mochten niet eens meer boodschappen doen. En dus ze voelden zich opgesloten. En sommigen gaan dan natuurlijk helemaal terug in die gedachten van vroeger, waardoor dat enorm naar boven speelt. En ik geloof dat Jaela daar ook iets over wilde zeggen. Ja, ik denk dat je gelijk hebt, Hans. Dat er een heleboel mensen zijn die het heel nuchter, net als jou, opvatten van dit is nou eenmaal iets wat er gebeurt. En het heeft niks te maken met wat ons zo en zoveel jaar geleden gebeurd is. Maar er zijn ook mensen die door de situatie, en die bestaat voor iedereen, maar andere mensen hebben niet dezelfde gevoelens, bijvoorbeeld bij het feit dat oudere mensen, die, ik weet niet hoe dat in Nederland was, maar hier in Israël mochten op een gegeven moment oudere mensen het huis niet meer uit. Er moest boodschappen voor hun gedaan worden. Die werden bij de deur afgezet. Mensen die tijdens de oorlog afhankelijk waren van andere mensen of ik te eten had of niet, of ze me iets zouden brengen, ja of nee, werden weer terug geplaatst in een positie van
ik ben weer afhankelijk van andere mensen. En dat gevoel kan heel erg beangstigend zijn. En mensen zeggen dat ook heel vaak. Ik heb na de oorlog mezelf beloofd nooit meer afhankelijk van iemand anders te zijn. Of ik heb nooit meer hulp gevraagd om iets. Ik red het zelf wel. En dan opeens in zo'n situatie kan dat gewoon niet. En heb je hulp van andere mensen nodig. En ook het gevoel dat er weer iemand of iets is wat er voor mij besluit. Ik ben niet meer in staat om mijn eigen beslissingen te nemen. De staat of het land of de minister-president of wie dan ook zegt wat ik wel en wat ik niet mag doen. Waar ik wel en waar ik niet mag komen. En een heleboel mensen accepteren dat en zeggen van het is voor mijn eigen bestwil. Maar er zijn ook echt een heleboel mensen die het daar af en toe best wel heel erg moeilijk mee hebben. Ja, maar moeten we die mensen in dat gevoel steunen? Het is toch niet zo dat mensen die de Holocaust overleefd hebben, ieder gevoel van relativering verloren hebben? Er is toch geen enkele vergelijking tussen quarantaine op basis van gezondheidsoverwegingen en onderduik? Ik woon in België, ik mocht ook de deur niet uit. Voor mij werden ook boodschappen gedaan en de grenzen waren gesloten. Ik kon niet naar mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Maar ik ga toch niet zeggen dat dat herinneringen oproept aan onderduik. Dat is toch een absurde vergelijking. En dan moet je niet steunen. Ik denk dat het voor jou een absurde vergelijking is. En voor een heleboel andere mensen ook. Maar er zijn mensen die op zulke momenten heel moeilijk kunnen relativeren. En dan is de vraag van moet je ze daarin steunen? Ik begrijp dat. Maar wat doet een organisatie of ELA of JMW daarmee? Ga je die mensen luisterend oor bieden? Bevestigen? Ja. Ga je ze daarin bevestigen? Of zeg je gewoon, doe niet zo gek? Nou, geen van beide. Niet dit en niet dat. Nee, geen van beide inderdaad. Je luistert naar ze, je luistert. Je begint met luisteren. En natuurlijk ga je dan samen met hun de situatie relativeren. Van, ja, we zijn nu niet in de oorlog. Dit is een andere soort situatie. Maar je zal zeker niet zeggen, ja, maar je gaat ze niet voor gek verklaren. Dan voelen ze zich al helemaal ziels alleen. Nou ja, voor gek verklaren is te sterk. Maar ik zou ze toch, maar ik ben geen sociaal werker, dus ik spreek over iets waar ik geen verstand van heb. Maar ik zou op basis van common sense tegen die mensen zeggen, ik zou ze bij de schouders pakken en ze door elkaar schudden. Ja, nou is echt heel goed na over de onderduik. Waar bent u bang voor? Waar bent u bang voor spinnen? Of bent u bang voor hoogtevrees? Of heeft u iets anders waar u heel bang voor bent? Nou, iedereen heeft wel een fobie, daar hoef je niet voor te zijn. En daar hoef je de Holocaust niet voor over. Nee, dat klopt. Maar wat ik ermee wil zeggen is dat als ik ga relativeren samen met u over uw angst, lukt dat dan? Lukt dat dan om die angst die u heeft, omdat ik dan tegen u zeg, ja, maar meneer, dat slaat toch helemaal nergens op dat u hoogtevrees heeft. Dan kan u helemaal niets gebeuren. Dat is een fobie, dat is iets anders. Een fobie is geen trauma. Angst is een gevoel, eenzaamheid, angst is een gevoel wat heel diep zit. En daar kan je kan proberen om daar met je hoofd bij te komen, maar het zit hier. En je kan praten met mensen, je kan naar ze luisteren, je kan ze de ruimte geven om dat te uiten. Maar vaak kan je de angst die heel diep zit niet weghalen. Dat is hun angst. Ja, maar die angst begrijp ik ook. Ik heb, als ik die beelden in Bergamo zag, en de wetenschap dat iedereen in principe besmet kan raken en op diezelfde manier aan zijn eind kan komen, ver weg van zijn kinderen, die niet eens weten waar je op dat moment bent. Ja, dat is een gevoel dat geeft angst. Maar dat heeft toch niks te maken met de Holocaust? Ik denk als je iets 1, 2, 3 of 4 keer meemaakt in een andere vorm, op een andere leeftijd, in een andere situatie, kan het nog wel gevoelens triggeren van wat je, het gevoel ken je, het gevoel van niet in controle te zijn over wat je voelt en wat je denkt. En zoals Esti ook zegt, ook wij in Israël bij ELA gaan zeker niet met
dit soort mensen in discussie van wat een onzin en je bent lekker in je eigen huis. Maar we hebben het daar wel over. Van, we hebben op een gegeven moment hebben we een, op 10 maart hebben we een hotline geopend. Niet alleen, want wij geven hulp aan Nederlanders in Israël, maar ook aan een heleboel andere bevolkingen en ook aan de Arabische bevolking in Israël. En we hebben een hulplijn geopend voor iedereen. Dat was een nummer wat op het nieuws iedere dag werd laten zien. En we hebben duizenden telefoongesprekken gehad met verschillende mensen. En het is waar dat ook een heleboel andere mensen ook angsten hebben. En ook te kampen hebben. Ik denk aan een man die belde, die echt letterlijk gek werd van zijn vrouw, omdat zij een fobie aan het ontwikkelen was voor de corona. Ze was iedere 5 minuten moest het hele gezin zijn handen wassen. Iedere keer als iemand naar buiten ging, en weer terug naar binnen, alle kleren uit, wassen. Het was voor de kinderen en die man echt een hel. En het ging al een paar weken zo door. Die vrouw was er echt heel moeilijk aan toe. Dus ja, er zijn ook andere mensen die het er heel moeilijk mee kan hebben. Maar ik denk van, of we hebben gezien van mensen, bepaalde mensen die de oorlog hebben meegemaakt, die werden getriggerd door een gevoel wat ze heel diep van binnen, zoals Esti zegt, herkennen. En we hebben daarna een project opgezet om, we noemden dat een adoptieproject, waarbij mensen die extra hulp nodig hebben, 1 persoon aangeschreven kregen die die persoon elke dag belde voor een telefoongesprek van 10 minuten. En wij hadden het er heel vaak over dat het net een beetje was als een klein kind die in een tantrum, weet je, zo'n woedeaanval zit. Wat je dan doet is ook zijn aandacht proberen te verplaatsen. En dat gebeurde heel vaak in die telefoongesprekken. Dat iemand vertelde van ik ben zo angstig en ik vind het zo moeilijk. En dan van, ga naar het raam, wat zie je buiten? Weet je dat je hier en nu, je bent niet daar en toen, je bent hier en nu. Maar we gaan niet met ze in discussie, want dat is zo voelden mensen zich. Niet iedereen, maar een gedeelte. Ik denk dat het heel, laat ik zeggen, plezierig is voor mensen die angstig zijn, dat ze een telefoonnummer kunnen bellen en daar met mensen over kunnen praten. Maar ook in Nederland en ook in België staan die telefoonnummers regelmatig op het scherm. En 99,9% van de mensen die bellen zijn geen Joden. Dus ik kom terug op mijn eerste vraag. Wat is er zo specifiek Joods aan de manier waarop Joden met corona omgaan? Misschien willen jullie wat zeggen, maar ik denk ook, ik weet niet of dat heel erg Joods is, maar wat ik heel erg zie in Israël, mensen zijn hele erge familiemensen. En op het moment dat familie niet een iets is waar je dagelijks of wekelijks of op vrijdagavond samen mee kan komen, geeft dat een heel erg gevoel van alleen zijn. En mensen zijn niet gewend om eenzaamheid te voelen. Mensen zijn heel erg gewend om hun dagelijkse dingen te doen, de mensen te ontmoeten die ze willen zien. En op het moment dat dat niet kan, en je bent veel meer op jezelf en op je partner of met wie je dan ook samen woont, of als je alleen woont, echt alleen. Dat zou ook zo zijn voor anderen, niet alleen voor Joden, maar in Israël was dat echt een heel groot ding. Van elke vrijdagavond met z'n allen kiddush maken via de Zoom. Dat wou ik vragen. In hoeverre hebben de sociale media en clubs als Zoom, Skype, FaceTime, noem ze maar op, in hoeverre hebben die verlichting
in het isolement kunnen brengen. Die hebben wel wat verlichting kunnen brengen voor degene die om kunnen gaan met sociale media. Als ik cliënten heb van boven de 90, dan er zal vast wel een enkeling tussen zitten die dat kan, maar de meerderheid kan dat helaas niet. Heeft niet kunnen omgaan, heeft niet geleerd om kunnen hoogstens misschien wat mailen, maar daar houdt het dan ook mee op. Dus die hebben zich, daar is heel veel mee gebeld, zowel door de maatschappelijk werkers als door een project wat Joodse activiteiten heeft opgezet bij Joodse maatschappelijk werk. Daar kan Gaia wel iets over vertellen, over een speciale telefooncirkel, eigenlijk net als wat Jaëlla vertelde. En de ervaring heeft wel geleerd dat die telefoontjes heel erg veel verlichting hebben gebracht. Ook al had je het soms over niets, cliënten hebben dat ontzettend gewaardeerd. Dat we elke week, soms iets vaker, dat we belden, dat we even vroeg hoe gaat het, heb je nog wat nodig? Is er nog iets wat ik voor je kan doen? Kan ik nog even naar je luisteren? Die aandacht, dat was onbetaalbaar. Ja, en dat, laat ik zeggen, is een deel van de therapie. Het geven van aandacht aan mensen, dat verkleint hun isolement. Of zie ik dat verkeerd? Zeker. Ja. En het gaat natuurlijk ook verder dan enkel corona. Er zijn veel meer andere zaken en andere problematiek waarmee mensen naar JMW toebellen. Omdat we nou eenmaal een veilige omgeving bieden en omdat ze het heel fijn vinden om hun verhaal te doen bij iemand die ze toch wel snapt, omdat we onder elkaar zijn. Dus los van de hele coronaperiode zijn er allerlei andere zaken waarover we gebeld worden en problematiek die opnieuw weer meer naar boven komt vanwege dat isolement. En inderdaad, het bellen werkt dan hartstikke goed. En we hebben inderdaad de reguliere telefooncirkels waarbij mensen elkaar bellen. Maar we hebben ook heel snel heel veel nieuwe vrijwilligers kunnen vinden die elke dag inderdaad een aantal mensen hebben gebeld. Onze reguliere vrijwilligers hebben veel meer gebeld. Degene die normaal gesproken samenkwamen, hebben allemaal met elkaar gebeld. En sowieso is heel JMW eigenlijk in één klap digitaler geworden. Dus los van alle problemen tijdens corona heeft het ook mooie dingen opgeleverd. Zoals de digitale wending. We gaan nu ook online groepsgesprekken aanbieden. En webinars en dergelijke. Wat een hele nieuwe frisse energie die eigenlijk meteen wordt meegenomen. En hele mooie nieuwe samenwerkingen die we ook absoluut willen vasthouden. Ja. Zeker willen vasthouden. En iets wat iets heel moois is opgebloeid tijdens een donkere periode. Hebben jullie mensen ook ontraden om naar de televisie te blijven kijken? Want mensen hebben 24 uur per dag aan het nieuws gekluisterd gezeten en werden daar niet goed van. Per dag depressiever door naar het nieuws te kijken. Ja. En het lijkt mij als leek dat de enige therapie is die mensen te zeggen, zet die televisie niet meer aan. Absoluut. We hebben volgende week ook een webinar over positief blijven denken. En ook daarin wordt vooral, is een groot onderdeel, hangt daarmee samen met inderdaad het niet constant blijven voeden van nieuws. En niet altijd de televisie aan blijven hebben. Niet altijd de hele tijd op alle social media, alle narigheid langs gaan. Absoluut. Focus op het tegelijkertijd goede, op het positieve. Tegelijkertijd was het vaak ook de enige link met de buitenwereld. Ja, maar er is ook nog zoiets als telefoon. Iedereen heeft toch telefoon? Ja, dat klopt. Iedereen heeft telefoon. Maar bellen is een beetje ouderwets. Hè? Doen we niet zo vaak meer. We appen, we sms'en, we mailen. Dus nee, wij hebben wel inderdaad, als wij zagen dat mensen heel vaak televisie keken, dan zeiden we van nou, misschien moet u dat wat verminderen. Is het misschien verstandig dat u dat wat vermindert? Wat ik misschien wel wil aangeven, want je vraag blijft over dat Joodse, dat blijft zo'n beetje hangen in mijn hoofd. Ik heb ooit eens van Ella Oesterman geleerd, die ooit mijn leidinggevende was, dat er zoiets bestaat als dubbele rouw. En bij mensen die de oorlog hebben meegemaakt en die familie hebben verloren, die hadden geen tijd en geen ruimte om te rouwen. En nu, en dan gebeurt het dat als er iemand in een veel later stadium
jaren na de oorlog overlijdt, dat er dan alsnog gerouwd wordt over die andere familieleden. Je ziet dat vaak bij Matzevot, dan zie je bijvoorbeeld een steentje aan de voet van de ander die dan later is overleden, want die wordt dan alsnog herdacht, zeg maar. Wat ik heb gezien bij mijn cliënten, is dat er dubbele rouw dubbel terugkwam. Omdat er kon niet gerouwd worden. Je kon nauwelijks bij degene zijn die stervende was. En je kon ook vaak niet naar de levaya. Er was geen moment om afscheid te nemen. Een van de groepen die we aanbieden is rouw en verlies tijdens corona. Daar gaat het onder andere over. Het nemen van afscheid is heel erg belangrijk. En dat kon in deze eenzame periode niet. En of dat Joods is of niet Joods, maar dat dubbele rouwgevoel, dat hebben mijn cliënten heel duidelijk wel gevoeld. Ik kon niet afscheid nemen van papa en nu kan ik geen afscheid nemen van jullie. Dat is wat ze zeiden. Ja, dat kon natuurlijk wel, maar in beperkte mate. Het is niet zo dat het helemaal niet kon. Voor sommigen kon het helemaal niet. Er zijn natuurlijk ook veel mensen die in Israël wonen en hier bijvoorbeeld hun ouders hebben en niet over konden vliegen. Dus mensen die geen shiva konden zitten samen. Ja, heel veel moeilijke verhalen. Ja, dat is dus een typisch Joods aspect. Shiva zitten, absoluut. En de hele betekenisgeving, alle rituelen, alles viel in één keer weg. En dat is altijd iets wat natuurlijk, wat al eerder wordt genoemd, altijd alles samen. We zijn als volk heel veel samen. Het is heel erg gericht op elkaar helpen en het samen zijn. En dat valt in één keer weg. Waardoor de stappen die normaal horen bij het verwerken van rouw, die vallen weg. Of in ieder geval een kernelement, een heel belangrijk stuk ervan, valt weg. Wat ik nu van jullie hoor, dat slaat eigenlijk allemaal op de eerste generatie. Maar welke herinneringen kunnen nou mensen van de tweede generatie hebben aan de Holocaust die ze niet persoonlijk hebben beleefd? In verband gerelateerd aan corona. Nee, wij hebben vrij in het begin... we hebben een paar tweede generatie groepen. En die zijn ook heel snel overgegaan op de Zoom. En je vroeg net van hoe ging dat met de social media. En toen wij net begonnen, toen de corona net uitbrak en we begrepen dat wij al onze cliënten niet zouden kunnen zien. En we heel snel moesten leren wat Zoom was. Nu lijkt het alsof we het al jaren kennen, maar het is pas 3 maanden geleden. Toen had ik op een gegeven moment echt het idee van die mensen van Zoom, die moeten een Nobelprijs krijgen. Want voor mijn gevoel hebben ze deze crisis gered. In de zin dat we nog elkaar konden ontmoeten in groepsverband. Maar wacht even, We hadden het over de tweede generatie. De tweede generatie. Dus in die tweede generatie groepen hadden ze het heel erg van het gevoel van onderduik. En toen zeiden wij ook van, ja, maar jullie zijn niet in de onderduik. Ze zeiden, nee, maar al die verhalen van mijn vader, van mijn moeder. En toen hebben we mensen gevraagd van, voelen jullie dat ook zo, die eerste generatie? En in het begin was het zo dat mensen zeiden van, nee, helemaal niet. Ik ben gewoon in mijn eigen huis. En ik heb mijn televisie. En niemand die mij iets kwaads wil doen. Juist zijn mensen bezorgd om de ouderen in het land. Dat veranderde wel een beetje door de weken heen, hoor. Maar in het begin was het vooral de tweede generatie die daar heel erg moeilijk mee had. Alsof ze nu pas een heel klein beetje konden begrijpen wat hun ouders toen veel erger hebben meegemaakt. Ja, dat herken ik. Oh, ja. In hoeveel gevallen hebben jullie mensen naar psychiaters of psychologen moeten verwijzen? Of hebben jullie het allemaal zelf kunnen runnen? Ja, wij hebben zelf psychologen en psychotherapeuten in dienst. Dus als mensen echt hulp nodig hadden, was dat geen probleem. Er is niemand die in deze periode psychiatrische hulp nodig had. Niet? Nee. En
niet meer dan normaal, laat maar zeggen. De mensen die... Het voornummer van Ela werd regelmatig geprojecteerd op de tv. Maar had Israël nou als staat zelf niet een organisatie opgetuigd om mensen telefonisch gerust te kunnen stellen of te informeren? Ja hoor, ik denk dat er in Israël zo'n 30 hulplijnen waren tijdens de corona van allerlei verschillende soorten organisaties. Waar Ela er één van was. En hoe verschilden die van elkaar? Ja, iedereen heeft een beetje... En wij zijn gespecialiseerd in rouw en rouwverwerking. Dus we kregen een heleboel telefoontjes juist van mensen die inderdaad mensen verloren hadden tijdens de corona. Niet specifiek van corona, ook. Maar ook mensen die in het ziekenhuis overleden van een gewoon een longontsteking of... wat dan ook, maar door de corona niet een normale levaya konden hebben, wat jullie net zeiden, of een shiva, en het daar heel erg moeilijk mee, of geen afscheid hebben kunnen nemen van hun ouders. En die belden voornamelijk naar ons, maar ook allerlei anderen. En merkte je dat het bij Ashkenazische Joden moeilijker was dan bij Joden uit Arabische landen? Nee, dat is jou. Het is, ik denk dat het anders was. Ik weet niet of het moeilijker is. Het is anders. Als ik het even heel kort door de bocht. We hadden best veel mensen die zeiden van ik sta op mijn balkon en ik wil er vanaf springen, want ik trek dit niet meer. Dat waren nooit de oorlogsoverlevenden. Dat waren nooit Ashkenazische Joden. Dat waren veel meer Mizrachim, ik weet niet hoe je dat zegt. Sfaradim. De Sfaradische Joden. Ja. Ik denk dat ze hun problemen heel anders uiten. En dan lijkt het bij Sephardische Joden vaak veel... Lichamelijker. En veel groter en veel drukker. En veel, maar ik maar kan niet zeggen dat ze het makkelijker of moeilijker hadden. Ja, is die? Nou, mijn ervaring is dat Sephardim het meer in het lichamelijke vaak zo kwijt. Ik heb hoofdpijn of ik heb last van allerlei lichamelijke klachten. Maar dan zit daaronder vaak iets psychisch, maar dat is in hun cultuur minder gebruikelijk om daarover te praten. Maar wel corona gerelateerd, begrijp ik. Ja, ik weet niet, ik werk niet bij Ella, bij Ela. Dat had ik wel gewild, maar ik werk niet bij Ela. Weet ik niet, maar ik wil als het mag nog wel even terug naar de tweede generatie. Want ik betrap me op het feit dat ik zelf ook meer, ik als Esti Cohen, dus niet als maatschappelijk werkster, maar ook meer begrijp wat mijn moeder heeft meegemaakt in de oorlog. Dat je opgesloten zit. En dat je niet zomaar, dat je wel naar buiten kan, maar dat je allerlei regels in acht moet nemen. Dat je niet welkom bent ergens. Niet omdat je Joods bent, maar omdat je corona misschien hebt. En ook al wil ik het niet, ik kan het wel associëren met. En heel veel van mijn tweede generatie cliënten hadden dat ook. Hebben altijd al die extra zorg die zij hebben voor hun ouders. He, want zij moeten het goed maken. Zij regelen altijd alles. En nu kon dat niet meer. Nu moesten ze de boodschappen voor hun moeder of voor hun vader die de kamp had overleefd, moesten ze op het balkon zetten. En ik weet niet wie dat meer pijn heeft gedaan. Het kind of de ouder. Maar beide hebben ze er erg onder geleden. Ik ga nu een afschuwelijke opmerking maken. Oh jee. En ik probeer nog wel zo netjes te blijven. Bestaat er niet bij die tweede generatie? Ik ben eerste, dus ik kan dat makkelijk zeggen. Een beetje de neiging om zo nodig te willen voelen wat hun ouders hebben gevoeld. Want dan staan ze gelijk. Dan zijn het gelijkwaardige partners. Voor sommigen wel, ja.
En voor sommigen zeker wel, ja. Ik en ben sommigen... sociaal werker, maar ik zou ze daar niet in steunen. Zijn jullie niet helemaal gek geworden? Wil je dat vergelijken met wat je ouders meegemaakt hebben? Nee, dat zeg ik ook niet. Ik zeg dat ik kan voelen, net als wat Jaëla zei, ik kan niet voelen wat het is om de oorlog te hebben meegemaakt, alhoewel ik andere oorlogen in Israël heb meegemaakt. Maar ik kan niet voelen wat het is om in onderduik te hebben gezeten. Maar ik kon wel een heel klein beetje meer eigen begrip voelen. Niet opbrengen, maar voelen. En niet om gelijk te zijn met mijn ouder of cliënten met hun ouder. Maar men zegt wel eens, de mooiste steun kan je krijgen van als je verslaafd bijvoorbeeld bent, van een ex-verslaafde in combinatie met een verslaafde. Nou, dat is eigenlijk wat ik bedoel. Dus mensen die zelf de oorlog hebben meegemaakt in een groep, kunnen ze elkaar heel goed steunen. Maar ook als je mensen hebt buitenaf die niet de oorlog hebben meegemaakt, die steunen ook. En die bij elkaar, dat is mooi, dat is goed. Niet om gelijk te zijn, maar... Ja. Er zijn allerlei casussen bekend in mijn vak, schrijvers, die hun holocaustverleden hebben verzonnen. Jerzy Kosinski, de geverfde vogel, is een prachtig voorbeeld. Die hebben dat niet gedaan omdat ze onbetrouwbaar zijn. Die hebben dat waarschijnlijk gedaan omdat ze zich wilden inleven in het lot van hun ouders en zich daarmee wilden identificeren. En mijn vermoeden is, als psycholoog van de koude grond, want ik heb niets met psychologie, ik weet er niets van, dat de tweede generatie misschien die corona heeft aangegrepen als een goede gelegenheid om daarmee op het niveau van hun ouders te komen. Nu zijn we gelijken. Nou, ik vind het een hele... Boute uitspraak, sorry. Ja, weet je, nou... ik denk dat het alleen maar heel erg natuurlijk is dat als je opgroeit met ouders of met... In elk soort problematiek, als je daarmee opgroeit en je hoort erover en je leest erover en je ziet er films over en je gaat naar een Joodse school en je hoort verhalen. En het is een deel dat je op een gegeven moment als er iets gebeurt, ik denk niet dat mensen expres nu wilden weten van, oh, die corona, dat is een goede gelegenheid, ga kijken hoe dat is. Nee, er gebeurt iets waardoor je huis niet uit kan. Waardoor je niet makkelijk dit normale dingen doet die je doet. En dat er dan vragen naar boven komen van, hoe was dat toen voor mijn ouders? Ik denk dat dat alleen maar, als dat niet zou gebeuren, zou ik dat raar vinden. Het is niet dat je zegt van, nou weet ik hoe het was. En nou hebben zij niks meer te zeggen. Nee, ik denk dat het heel natuurlijk is als kinderen dat je ook bezig bent met het leven van je ouders. En met het verhaal van jouw familie. En, dat zijn je wortels. Ja. Niet om je te identificeren, niet om het is geen gelijk te zijn. Van wie is er? Het is geen wedstrijd. Nee. Ja, die kinderen hebben natuurlijk heel vaak onder, ook tussen aanhalingstekens, en gaan nou niet stijgen als ik dat woord gebruik. Die kinderen hebben heel vaak onder de terreur van hun ouders geleefd. Ja. Dit is nu voor het eerste gelegenheid waarop ze gelijkwaardig kunnen zijn. Dus kijk, wij zitten nu ook aan huis en we mogen er niet uit en we lopen gevaar. En we zijn geïsoleerd. Nou, je kan het hele scala aan ongemakken achter elkaar zetten. En daarmee zijn ze dus bevrijd van de terreur van hun ouders, want ze zijn gelijkbaar. Er is niks wat vergelijkbaar is met de Holocaust. Akkoord. En er zijn ook een heleboel... Het wordt nu vergeleken. Nee. Ook door jullie. Nee. Ja, nee, wat wij vergelijken is de gevoelens die het bij cliënten oproept.
Dat is waar wij, daar trekken wij een lijn. Maar wij trekken geen, wij zeggen niet dat corona gelijk is aan de Tweede Wereldoorlog. En wij zeggen ook niet dat de tweede generatie daar een gelegenheid van gebruik maakt om dat dan gelijk te trekken. Dat zegt u, maar dat zeggen wij niet. Ik zeg dat niet. Ik zeg dat ik mij kan voorstellen dat het een manier is voor tweede generatie slachtoffers, die ook slachtoffers van hun ouders zijn, laten we dat duidelijk stellen, om daar in één keer... Soms wel, soms niet. Ja? Niet altijd. Soms wel, soms niet. Maar ik denk dat de corona is één moment. Er zijn ook een heleboel mensen, zeker ook in Nederland, maar veel in Israël, waarbij de tweede generatie vreselijke dingen meemaakt van kinderen die omkomen in het leger. En weet je, het leven is heel erg dynamisch. De tweede generatie leeft niet in een la-la-land waar alles mooi en prachtig is. En alleen die ouders hebben iets vreselijks meegemaakt. Dingen gebeuren die nou eenmaal gebeuren. En op bepaalde momenten kan je je inleven in wat je ouders vroeger hebben meegemaakt. En ook andersom. Kunnen je ouders zich inleven in wat jij als tweede generatie doormaakt. De corona is gewoon voor het eerst dat er zoiets gebeurt. Waarin de hele wereld een gezamenlijke vijand heeft waar iedereen gelijk is. Daar heb je gelijk in. Dat iedereen heeft dezelfde status ten opzichte van een vijand die we niet kunnen zien en niet kunnen voelen. Ik heb een vraag aan jullie beiden. Als je mensen die zwaar gebukt gaan onder het een of het ander, of onder een trauma of wat dan ook. Als je hun problemen gaat relativeren, dan kan dat ertoe leiden dat ze zich nog meer geïsoleerd gaan voelen en onbegrepen. Hoe ga je daar nou mee om? Als er nou mensen zijn die zeggen, ik ben weer terug in 1942. Ik kwam weer in de zolder in Tietjerkstra deel, waar ik met 12 andere mensen ondergedoken zat. Voor mij is het allemaal precies hetzelfde. Wat zeg je dan tegen zo iemand? In eerste instantie zou ik zeggen dat ik hem heel goed begrijp. Dat er op dit moment een situatie is waarbij logisch is dat hij dit soort gevoelens en herinneringen heeft. Ja. Wat Esti ook in het begin zei, en dat is heel erg belangrijk om te realiseren. Mensen zijn over het algemeen heel druk bezig. Ze hebben hun werk en hun hobby's en ze zien mensen en ze gaan naar clubjes en naar bridge en van alles en nog wat. En opeens valt dat allemaal weg en komt er een heleboel vrije tijd op hun af. En die vrije tijd is iets wat heel angstaanjagend is voor heel veel mensen. Omdat als je niks te doen hebt, ga je nadenken. En nadenken is vaak niet leuk. Dus ik zou in eerste instantie wel relativeren, maar op een manier dat ik niet zeg van, maar het is niet zo. Dus ik zou vooral luisteren en zeggen, maar wat fijn dat het voorbij is en dat u in uw eigen huis zit. En ik zou vragen van, waar zit u en waar woont u? En vertel me door de telefoon hoe uw huiskamer eruit ziet. Ik bedoel, er is een heleboel te doen, zodat iemand uit die nare spiraalgedachten komt. Ja. Wat heeft u gedaan dat u... heeft u met iemand gebeld? Wie heeft u boodschappen gedaan? Het zijn hele kleine dingetjes die er nu toe doen. En jullie merken dat helpt. Die mensen die voelen dat als een opluchting of een verlichting van hun last als ze de telefoon weer neerleggen. Ja, maar soms is het niet één gesprek. Hè? Er zijn mensen die het echt heel erg moeilijk hebben. En die begeleiden we dagelijks of één keer in de twee dagen. En dat zijn vaak lange gesprekken van een uur.
waarbij ik altijd probeer om te beginnen met een beetje small talk. In het begin, in het middenstuk, iemand te laten vertellen van waar die, wat zijn herinneringen zijn, waar die aan denkt, wat die moeilijk vinden. En te eindigen weer met hier en nu. Wat gaat u zo meteen eten? Wat heeft u in de koelkast? Wie komt, zoals Esti zegt, van wie komt je boodschappen morgen brengen? Wat vindt u leuk om televisie te kijken? Dus iemand niet te laten op die zolderkamer met die 12 andere mensen, maar weer terug te brengen naar 2020. We kunnen denk ik voorspellen dat de afgelopen 3 maanden zullen resulteren niet alleen in een extreem hoog aantal doden, dat weten we al, maar ook in een extreem hoog aantal echtscheidingen en in een extreem hoog aantal geboortes over 6 maanden. Wat merken jullie daarvan? Van die baby's die geboren worden binnenkort? Die corona heeft mensen in een isolement gedreven dat tot onbeheersbare situaties heeft geleid. En dat balletje kan naar links, kan naar rechts rollen. Mensen kunnen elkaar de ogen gaan uitsteken. Zijn 24 uur op elkaar aangewezen en dat gaat mis. Ja, binnen het maatschappelijk werk zijn er signalen gekomen van families waarin er sprake is van geweld. Waarin er veel geschreeuwd wordt naar kinderen. Of tussen de ouders, zeg maar. En daar zijn dan weer andere hulplijnen voor. Of andere hulpdiensten die dan actie ondernemen. We kunnen nog niks zeggen. Dat geleiden jullie door? Dat handelen jullie niet zelf? Nee. Waarom niet? Omdat het als het gaat over veilig thuis van kinderen, dat is dat is net als dat ik u naar een oogarts stuur. Dat is een specialisatie. Je kan niet zomaar kinderen uit huis plaatsen, of je kan niet zomaar onder toezicht krijgen of een voogd krijgen. Dat is een heel. Vroeger heeft Joods maatschappelijk werk wel kinderen begeleid en ook ouders begeleid en hadden we ook een gezinshuis. Maar dat doen we al een tijdje niet meer, omdat dat sowieso, het is zeg maar heel erg gemeentegebonden. Dus elke gemeente heeft zijn eigen regels. Ja, dat zit in de jeugdtransitie. En dat zit nu in de wijkteams. En wij gaan wel onderhandelen met de ouder-kindercentra of met de Veilig Thuis. We hebben een maatschappelijk werker die is daar contactpersoon. Hè? Dus we hebben wel onze contacten, maar wij handelen het niet zelf af. Kregen jullie meer van dit soort telefoontjes voor corona? Ja. Waar wij nog geen zicht op hebben, is die kinderen, die geboortes. Maar wat ik ook denk wat er gaat gebeuren, is dat er straks, als we weer enigszins normaal kunnen doen, wat de prijs zal zijn van de verliezen. De emotionele prijs. Wat gebeurt er straks met mensen die niet hebben kunnen rouwen? Ja, maar die verliezen, ik ga het weer relativeren, die betreft voor 90% mensen die ook zonder corona op korte termijn gestorven zouden zijn. Ja, maar de manier waarop mensen overlijden in corona, dus de manier waarop aan de beademing en in isolatie, is anders dan als je gewoon sterft. Aan kanker of aan, weet ik veel, aan een auto-ongeluk, hartaanval. Voor de nabestaanden anders. Ik heb het over degene die al dood is, is al dood. Maar voor de nabestaanden. Ja, wat denken jullie daaraan te doen? Ik hoop dat de groep die wij dus nu opstarten van rouw en verlies, dat die een groep zal zijn die verdere bijeenkomsten zal hebben. Dus waarin we verder kunnen praten en verdieping kunnen zoeken op hoe we alsnog in een wat later stadium kunnen rouwen met elkaar. Dat hoop ik. Dat mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, dat is de kracht van de groep, elkaar kunnen steunen.
daarin. En hoe doen ze dat in Israël? Nou ja, er is één heel groot verschil, denk ik. En dat is dat er in Israël tot nu toe 290 mensen dood zijn gegaan aan corona. Dat is heel erg weinig. Ja, inderdaad. Ja. En binnen de Nederlandse gemeenschap in Israël weet ik er van één meneer die in een bejaardentehuis in Beersheba overleden is aan corona. Dus het zijn niet zulke grote getallen als bij jullie. Maar er wordt wel aandacht aan gegeven. Ook door middel van groepen. En nogmaals, Zoom is daar geweldig voor, omdat je iemand in Jeruzalem en iemand in Beersheba en een familie in het Hoge Noorden bij elkaar kan brengen zonder enig probleem. Maar ik denk dat Esti heel erg gelijk heeft dat daar dat doordat je geen afscheid hebt kunnen nemen, dat dat veel moeilijker is om daarmee rond te komen. Om daar een ook al was je vader of je moeder in de 90 en had het sowieso misschien niet zo lang geduurd. Het feit dat je er niet bij kon zijn, is vaak heel moeilijk voor mensen. En dat slaat dus wel terug op de Holocaust. Dat is dus wel een ideale situatie. Voor wat betreft de Holocaust, je hoort heel veel overlevenden zeggen dat het ergste vinden ze het feit dat er geen graf voor hun familie is en dat ze geen afscheid hebben kunnen nemen. Maar waarom geen graf? Nou, in Auschwitz kreeg je geen graf, hè? Nee, maar nu? Nu zijn er toch wel graven? Ik heb het over de terugkoppeling naar... Ja. Ik denk dat we langzamerhand moeten afsluiten, Hans. Wat was dit voor mij moeilijk om niet in te springen? Nou, dat geloof ik graag. Ik denk dat er meer zijn die dat heel erg moeilijk vonden. Ik had het niet helemaal zo verwacht. Maar wat hebben jullie het ontzettend goed gedaan, Jaëla, Esti en Gaia. Wat een geweldig spannend social Zoom is deze geworden. Het is nog mogelijk om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. Dat kunnen jullie via de chats doen. Ja, die mevrouw Bachrach heeft 2 keer een chat gestuurd. Ik weet niet hoe ik daarop moet reageren, maar ze zegt eerst, denk niet dat het om gelijkwaardigheid van gevoelens, maar om begrip over de gevoelens van deze ouders gaat. Het gaat over wederzijdse begrip naar elkaar. Dat klopt, ik vind dat ze dat heel mooi heeft verwoord. En dan ook zegt ze nog, dit is de vakkennis van ELA/JMW die getraind zijn om met de diversiteit van de cliënten om te gaan. Chapeau, dank u wel. Ik ga iedereen bedanken. Jullie als werkers voor een heel duidelijk verhaal. Heel goed. Hans, jouw cynische begin heeft het geweldig gemaakt. Ontzettend bedankt voor jouw interview op deze manier. Ik wil jullie allemaal een hele goede avond wensen en jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid. Ik heb nog één dingetje voor we allemaal gaan. We hebben het steeds over rouw en verlies en over de gespreksgroepen. Maar we hebben ook een webinar. Dus die is voor iedereen welkom en iedereen. 25 augustus met Geert Smit. Hij is een traumaspecialist, een psychiater, bijzonder hoogleraar. Dus wees allemaal welkom. Hou onze Facebook in de gaten, onze Instagram, onze website, onze nieuwsbrief. En dank jullie wel allemaal. Ja, dan nog eventjes voor degenen die later zijn ingelogd. Deze social Zooms komen op YouTube te staan bij de NIAS. En even zoeken naar social Zoom. Dan kan je hem vinden. Dan kan je nog eventjes terugkijken naar het begin. En toen begon het al heel spannend. Hey, ik ben er nog eventjes zo van. Wij sluiten het nu af. De volgende social Zoom is op dinsdag en we blijven in de familie. Dan gaan we een social Zoom doen met Florineter. Niet als de voorzitter van het VBV, maar als zangeres van Gigi Shalit. Een hele andere. Nogmaals, een hele prettige avond gewenst. Ik ga nu de microfoons openmaken. Ik ga de recording afzeggen. En wie wil praten, die kan dan nog napraten.
Okay. Dank je wel, Hans.